26-jarige man uit Deventer is donderdagavond overleden aan de verwondingen die hij eerder die dag opliep bij een ongeval op de Zutphense weg. De man reed donderdag even na 5 uur met zijn auto over de Zutphense weg in de richting van de Hanseweg. Waarschijnlijk merkte hij te laat op dat de vrachtwagen die voor hem reed afremde voor de verkeerslichten. Hij reed daardoor tegen de achterkant van de vrachtwagen. De bestuurder kwam door de aanrijding knel te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in de loop van de avond overleed. Na de toedracht van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. Park Zandweert komt onder de huidige marktomstandigheden niet van de grond. Nadat BAM als winnaar van de ontwikkelingscompetitie niet bereid bleek de intentieovereenkomst te tekenen, bleek dat ook voor de overige partijen het geval. De ingediende plannen met financiële biedingen uit 2007 zijn met de huidige slechte woningmarkt niet meer realistisch. Omdat het binnen de spelregels van de ontwikkelingscompetitie niet mogelijk is plannen aan te passen, rest het college niets anders dan het beëindigen van de ontwikkelingscompetitie. De gemeente ziet vooralsnog af van een verdere ontwikkeling van deze locatie. De oude ijsbaanlocatie blijft hiermee voorlopig onbebouwd. Voor de tijdelijke inrichting en het beheer van de locatie trekt de gemeente een ton uit. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Volgens wethouder Jos Piri is het wachten tot betere tijden aanbreken met betrekking tot de Ondanks dat het Rijk nog steeds geen concrete bezuiniging heeft aangekondigd, heeft het college van BMW zich uitgelaten over hoeveel zij gaan bezuinigen. Dat deden zij afgelopen woensdag tijdens de politieke markt. 15 miljoen euro moeten de komende jaren jaarlijks worden bespaard. Dat heeft het college dus besloten, vooruitlopend op de verwachte bezuinigingen uit Den Haag. Het plan van aanpak om tot keuzes voor bezuinigingen te komen wordt 7 juli aanstaande tijdens de politieke markt besproken. Het eerste terrein voor bezuinigingen is al bepaald. De gemeente zelf. Op personeel, inhuur van derden, automatisering en inkoop denkt de gemeente de komende jaren zo'n 5 miljoen euro te bezuinigen. De bekendmaking om 15 miljoen euro te bezuinigen is opvallend omdat het college eerder geen concrete bedragen wilde noemen totdat bekend was hoeveel het Rijk zou gaan bezuinigen. Het college was in verband met een zakenreis naar Estland niet bereikbaar voor een reactie voor de camera. Overvallers en dieven opgelet, de veiligheidsmap is in de stad. Donderdag werd in Diepeveen de allereerste veiligheidsmap in de gemeente Deventer uitgereikt. De map is onderdeel van het keurmerk Veilig Ondernemen en bevat informatie voor winkeliers over het voorkomen van diefstal, overvallen en interne fraude. Ook zijn er brandpreventietips en aangifteformulieren. Blijkbaar zijn we niet veilig genoeg en moet veiligheid weer op de kaart. We zijn eigenlijk al jaren bezig binnen het keurmerk Veilig Ondernemen om de veiligheid bij de winkels te vergroten. En dit is gewoon eigenlijk één onderdeel daarvan. Wij denken door ze beter te informeren over wat je mag, wat je kan en soms wat je moet, dat daar gewoon een stukje voordeel mee te behalen valt. Over winkeldiefstal, wat je moet doen als dat gebeurt, wat je niet moet doen natuurlijk. Dat gaat over agressie, wat je er tegen kunt doen, hoe voorkom je een overval. Er staan brandpreventietips in, er zitten aangifteformulieren in, enzovoort, enzovoort. Hoort een ondernemer dat niet al lang te weten allemaal? Ja, dat is een beetje lastig. Hè? Want heel veel mensen, een normale burger hoort ook het hele wetboek uit zijn hoofd te kennen, maar dat gaat gewoon niet op. Dus de map is gewoon een steun in de rug van de ondernemer daarin. De heer Berenbroek van de Kamer van Koophandel overhandigde het eerste exemplaar aan Ineke Teunissen, eigenaresse van de winkel Passepartout in Diepeveen. Ook waren mensen van politie, brandweer en het MKB aanwezig. Hoe voelt dat nou? Voelt u zich eindelijk veilig? De map is een hele mooie leidraad om te zorgen voor meer veiligheid in het Diepeveense winkelgebied. Maar voor de echte veiligheid zul je toch zelf moeten zorgen samen met je collega winkeliers. Maar ziet u het nut in van deze veiligheidsmap? Absoluut. Daar wordt heel goed in samengevat wat je kunt doen in geval van calamiteiten, groot of klein. En ik vind het heel belangrijk dat die ook heel goed functioneert als leidraad voor je personeel. Je kunt ook je personeel, dit instrueer je sowieso, maar daar helpt deze map zeker aan mee. Heel duidelijk. De veiligheidsmap wordt aan meer dan 600 ondernemers in de gemeente uitgedeeld. En de tijd zal moeten uitwijzen of het effect heeft. De 115 kinderen van groep 5, 6 en 7 van basisschool De Rank uit Deventer konden zich donderdagmiddag helemaal uitleven.
Scoutinggroep LOA had een schoolreis georganiseerd in de uitgestrekte bossen en weilanden van Lettelen om de kinderen kennis te laten maken met de natuur. Ze kwamen hier al zingend binnen en dat is allemaal gewoon volgehouden. Omdat ze in kleine groepjes zijn verdeeld, want het is niet 139 kinderen of 115 kinderen die één activiteit deel doen, maar ze zijn weer in drie groepen verdeeld. En in de kleine groepjes zijn ze druk bezig met heel veel verschillende activiteiten. De activiteiten bestonden uit onder andere survivalen, een dansdoek en natuurlijk vuurtjes maken. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Nou, we hebben survival en we konden speurtocht doen en we konden spelletjes doen. En wat vond jij het leuk? Survival. En jij? Ook survival. En hebben jullie nog vuurtjes aangestoken? Ja. Ja, we hebben vuurtjes aangestoken. Je mocht maar één lucifer gebruiken. Ja, maar de rest mocht... Hoe doe je dat dan? Dan moet je van hout een hout allemaal bij elkaar leggen en dan... Dan krijg je één lucifer en dan moet je proberen het vuur te maken. De scoutinggroep maakt nu gebruik van de ruimtes in de Ulebelt omdat hun clubhuis in 1999 is afgebrand. Maar er zijn plannen om een nieuw clubhuis te bouwen. Wij denken dat als wij onze vergunningen binnen hebben gekregen en in de zomer hopen we daar duidelijk antwoord te krijgen. Dan is de laatste fase toch ook een financieel gedeelte dat rond is. En op het moment dat rond is, dan zijn er geen drempels meer om de boel op te bouwen. In juli krijgt de scoutinggroep te horen of ze aan de nieuwbouw mag beginnen, zodat ze volgend jaar de nieuwe locatie in Lettelen kunnen betrekken. De Deventer Fotokring exposeert tot en met 24 juli in de Lebuïnuskerk. Het is niet de eerste keer dat de club in de kerk mag exposeren, maar het blijft een prachtig decor voor de fotografen om hun werk te tonen. Iedereen kan fotograferen en dat is ook de insteek van de Deventer Fotokring, want elk lid is amateurfotograaf. Iedereen is amateur, we hebben geen professionele fotografen erbij zitten. Sommigen doen wel iets beroepsmatig, maar dat is niet wat je denkt dat het zou moeten zijn. Gelukkig, we zijn heel gelukkig, laat ik het zo zeggen, met mensen die dus inderdaad nog hun eigen foto's maken. En ook zelf hun onderwerpen uitkiezen. De foto's zijn dit jaar in te delen in vier thema's. We kennen bijvoorbeeld natuur, we kennen de portrettenseries, we kennen vrije expressie en we hebben natuurlijk nog architectuur. En binnen elk thema is door een jury al een winnaar gekozen. Ja, de mooiste foto is uit de serie van Vrije Expressie. En dat is een trap met verlichting erbij. Dat is een vrij mooie foto geworden. Voor de mensen thuis die nu nieuwsgierig zijn geworden, de expositie dit jaar van Deventer Fotokring, wat kunt u ze in ieder geval beloven als ze hier komen kijken? Nou, dat is een hele mooie expositie te zien krijgen. Heel gevarieerde fotografie. En van amateurs. En misschien stimuleert dat ons om zelf ook eens een camera ter hand te nemen. Nou, ik denk dat er, als ik het goed heb, waren er 24 miljoen camera's in Nederland. Dus iedereen heeft denk ik wel één of meerdere camera's thuis liggen. En ze kunnen gewoon fotograferen. En ze moeten dat ook doen. Ze moeten op een eigen manier gaan fotograferen. Ook het publiek kan nog de mooiste foto kiezen en deze vervolgens winnen. Als u zelf nou een bezoekje aan de expositie brengt, kunt ook u uw stem uitbrengen. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventertelevisie.nl.